Steeds vaker zie je op allerlei levensmiddelen deze streepjes staan. Nou, waarom die streepjes erop staan, dat weet ik eigenlijk niet. En daarom ben ik naar Leusden gegaan, naar een winkel, om dat eens even uit te vinden. Wat bent u eigenlijk aan het doen? Ik doe helemaal niks. Het apparaat, die doet het, die werkt, die leest de streepjes en die vertaalt in een computertaal wat het precies is. En dan komt het precies op de bon te staan. Ziet u maar. Ik hoef verder niks te doen en de mevrouw kan precies zien wat ze gekocht heeft. Is dat handig? Ja, dat is erg handig. Aanslaan is niet erg, maar dit is veel makkelijker. Ik kan even met u een praatje maken ondertussen. Maar het is toch niet zo moeilijk om aan te slaan? Nee hoor, maar ik kan me nu niet meer vergissen. De prijs weet ik, die hoef ik niet meer te weten. Die staat in het geheugen van de computer. En wat is het voor makkelijks voor mij als ik klant ben? Op de kassabon, kijkt u maar, komt precies te staan wat u gekocht heeft. U weet dat u bruine bonen heeft, appelmoes. Ja, en ik hoef het nooit meer na te rekenen. Nee hoor, de prijs is echt goed. Wat de computer vergist. Nee, dat kan niet meer. Ja, het lijkt me eigenlijk ook wel handig, maar waar ik woon is dat helemaal nog niet. Is deze winkel een uitzondering? Nu nog wel, maar op de Roca in Utrecht, waar de levensmiddelenbeurs is, staan al deze apparaten tentoongespreid en die ontwikkeling gaat heel snel. Dus daar komen allerlei levensmiddelenhandelaren en die zien dan ook deze apparaten, dus binnenkort kan ik het ook wel in de buurt verwachten. Ik denk het wel. Ja? Ik ga eens kijken op die beurs. Ja, fijn hoor dat u even met me mee wilde naar de Roca. Dus hier komen alle mensen die een winkel hebben om te kijken naar de nieuwste snufjes. Ja, kijk maar, daar staat zo'n scanner die wij ook hebben. Oh ja. Zeg, wat is nou eigenlijk het voordeel van zo'n scanner voor de winkeliers? Nou, de voorraad die wordt alle minuut bijgehouden. Zijn de 10 pakken van een bepaald artikel verkocht, kunnen we dat opvragen. Hoe gaat het dan? Daar komt hij. Een lijst van alle producten die in het geheugen zitten. En hij weet hoeveel ervan verkocht zijn. Dus dat weet u dan, u zegt bijvoorbeeld pindakaas. Ja, dat staat erop. Dat komt straks. En dan weet u hoeveel potten u op een dag verkocht heeft. Ja, en hoeveel er weer bijbesteld moeten worden. Want dat is het belangrijkste, dat je genoeg in je winkel hebt. Maar ja, dit zijn allemaal verpakte spullen die zo uit de fabriek komen met een streepje erop. Dus hoe zit dat dan met verse spullen? Zeg maar, als ik aardappels wil hebben of vleeswaren, dat kan zeker niet, hè? Ja, dat is nou net die nieuwe ontwikkeling die hier op de Roca ook te zien is. Dat kan wel? Ja, dat kan. Kijk, hier heb ik een zak met appels. En als ik het knopje van de appelen indruk, weet hij de kiloprijs en het gewicht. En dan straks komt er een bonnetje uit. Maar hoe weet hij dat dan? Achter dit knopje zit een microcomputertje. En die onthoudt dat. Hoe is mogelijk? En weet hij dan ook welke streepjes erop moeten? Ja, kijk maar, want er komt een bonnetje. Ja, er zitten streepjes op. En die plak ik erop. En nu kan die over de kassa. Net als alle verpakte spullen. Ja,